Welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Jasper, voor de mensen die het nog niet weten. En vandaag geef ik mijn eerste videocursus en dat gaan we hebben over herfstfotografie. Ik heb ook een lijstje gemaakt, een zeg maar aantekeninglijst, met de punten die we gaan bespreken. Ik heb er namelijk alle vertrouwen in dat ik een videocursus kan geven, omdat ik zoveel uren al in fotografie heb gestopt en zoveel zelf heb gefotografeerd. Dat ik denk van, volgens mij kan ik jullie wel wat extra bij leren. Heb je na de video nog vragen, stel ze dan gerust onder in de reacties. Dan reageer ik er zo snel mogelijk op. Dat doe je door in te loggen op YouTube. En dan kun je een reactie plaatsen onder in de video. Je kunt ook liken en je kunt ook abonneren op mijn kanaal. Tenminste, als je dat nog niet gedaan hebt, kan me niet voorstellen, want ik heb zo'n leuk kanaal. De naambewerking van de foto vandaag is ook weer te zien aan het einde van de video. Hoofdstuk 1. Werken met tegenlicht. Ik wil werken met tegenlicht omdat ik namelijk de nerven van de bladeren wil accentueren in de foto. En dan krijg je door bijvoorbeeld licht wat van boven komt op het blad valt, dan komen die nerven meer naar voren. Waar ik bij deze foto ook op gelet heb, niet alleen de belichting, maar ook de afwisseling in kleuren. Ik sta met mijn camera vrij dicht onder de bladeren. Dus wat ik ga doen om extra die accenten naar boven te laten komen, is gebruik maken van de flitser die op mijn camera zit. Ik ga zo meteen twee foto's laten zien waarin ik de foto laat zien zonder flitser en de foto met flitser. Hoofdstuk 2. Foto's maken met bewegingsonscherpte. Bewegingsonscherpte. Het is iets wat je liever niet wil in je foto. Nu ga ik er juist gebruik van maken om ervoor te zorgen dat ik een beetje een spooky, een beetje mysterieuze foto krijg. Waar ga ik op letten? Ik ga erop letten dat ik een lichte kleur in beeld wil hebben. Dat is in dit geval de gele kleuren. Ik wil een wat donkere kleur hebben in mijn foto. Dat zijn de bruine tinten. En ik wil ook nog een groene kleur in mijn foto hebben. Nu sta ik op een plek. Ik gebruik deze techniek vaker omdat ik het leuk vind foto's te ontdekken. Ik wil graag foto's hebben waarbij je echt de tijd moet nemen om te zien wat iemand daar bedoelt. Voor sluitertijd gebruik ik ervoor. Ik zit nu op de 1/30ste van een seconde. Dat is nog vrij snel eigenlijk. Maar ik ontkom er niet aan, omdat mijn foto's anders veel te overbelicht raakt. Terwijl ik de foto ga afdrukken, ga ik een minimale beweging maken naar beneden. Ik trek eigenlijk als het ware de foto naar beneden. En dat ziet er dan als volgt uit. Probeer deze techniek trouwens ook toe te passen bij een rij bomen. In de fotografie noem je een rij bomen ritme. Het zorgt voor ritme. Het herhaalt elkaar. In dat geval zou ik eerder voor de horizontale techniek kiezen. En dat ziet er dan als volgt uit. Erbij zit is niet echt elegant, maar ik zit op een vuilniszak omdat ik namelijk op de grond moet zitten. En dat is meteen een goede tip voor jullie. Op het moment dat je nou macrofoto's gaat maken en je moet echt diep op de grond zitten of zelfs af en toe liggen op de grond, zorg ervoor dat je iets op de ondergrond legt. Daardoor blijft je kleding een stuk schoner en ook een stuk droger. Want vaak bij macrofotografie ben je toch wel even bezig met het maken van een juiste foto. Ik zeg altijd, macrofotografie is het vastleggen van een eigen miniatuurwereld. Laten we eens kiezen voor de paddenstoelenfoto. Die hebben jullie niet in beeld zien komen. Maar achteraf vond ik hem toch nog wat te verzadigd. Dus wat ga ik doen? Ik ga om te beginnen de scherpte wat veranderen.
En ik breng de structuur wat meer terug. Op het moment dat je namelijk scherpte toevoegt aan je foto, krijg je wat meer ruis te zien. Tenminste bij de instellingen zoals ik ze heb. En een lesje voor mij, als ik deze foto nog een keer ga maken, dat ik zorg dat ik de helderheid van de foto wat omhoog krik, al tijdens het fotograferen. Omdat ik vind dat je nu te harde schaduwen ziet. Maar dat is een les voor de volgende keer. De bewerking is bijna klaar. Laten we zo meteen even luisteren naar wat ik nog meer te zeggen heb. Er is namelijk iets gebeurd met mijn cameratas. Net tijdens het naar huis lopen is er wat gebeurd met mijn cameratas. En jullie kunnen het waarschijnlijk zo zien. Zoals je ziet is deze afgebroken. En op beeld zag het er zo uit. Nogmaals bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk zijn jullie woensdag weer gezellig bij. En dan zeg ik zoals altijd, see you later.